Stille tocht voor neergestoken Michael de Boe. En gratis patat voor Leger des Heils. Goedendag, zondag 4 december. Dit is U Vandaag. Burgemeester Jan van Zanen heeft vandaag de Maartenspenning uitgereikt. Dat is een prijs voor mensen die zich hebben ingezet op lokaal, kerkelijk, cultureel of maatschappelijk gebied. De bronzen munt ging dit keer naar Jos Vermunt uit Den Haag. Hij werkte 25 jaar als dirigent van het Toonkunstkoor. Volgens de gemeente heeft hij gezorgd voor een verrijking van het culturele aanbod in de stad. De munt werd vanmiddag in Muziekpaleis Tivoli-Vredenburg aan de dirigent gegeven. De Maartenspenning wordt ongeveer een paar keer per jaar uitgereikt. In Amersfoort is gisteravond een stille tocht gehouden voor Michael de Boe. Vorig weekend werd hij na een feestje doodgestoken, vermoedelijk door zijn oom. Familie en vrienden van Michael hebben de tocht georganiseerd. Ruim 150 mensen lopen zaterdagavond mee in de stille tocht voor Michael de Boe. De meeste mensen hebben bloemen en kaarsen meegenomen. Ik denk dat het wel een mooi gebaar is naar hem toe om het neer te leggen voor hem. Ja. Ja, ik had het aan Kelly gevraagd en ze zei dat hij wel van bloemen hield, dus ik heb maar een bosje voor hem gehaald. Ik vind het triest, triest wat er gebeurd is. Echt waar. Dat had ik niet verwacht. Helemaal niet. Nee. En ik heb het echt te doen met die mensen. Dat wil je toch niet, dat je je kind verliest of je neef, je nicht, je broer, je zus. Het is toch verschrikkelijk. Hoe kan je nou naar een feest toe gaan met een mes op zak? Dat was het eerste wat ik dacht de volgende dag. Wie doet dat? Dat is toch verschrikkelijk. De 25-jarige Michael werd vorig weekend na een verjaardagsfeestje van zijn oma doodgestoken. De oom van Michael werd diezelfde avond nog door de politie aangehouden. De stille tocht eindigt bij het bankje waar de Amersfoorter om het leven kwam. De aanwezigen zwijgen minutenlang en het bankje wordt bezaaid met bloemen en kaarsen. De familie van Michael liet mij na afloop van de stille tocht weten dat ze het een erg emotionele bijeenkomst vonden. Ze waren blij met de grote opkomst, ruim 150 mensen. Dat laat volgens de familie zien hoe erg geliefd Michael in Amersfoort was. Over de steekpartij wilde de familie niets kwijt. De oom van Michael zit nog steeds vast op verdenking van doodslag. De 51-jarige oom zit in volledige beperking. En dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En volgende week moet de oom van Michael de Boel voorkomen in de rechtbank. Na een koude nacht van min 8 graden had het openbaar vervoer in de regio moeite met opstarten. Door ijzel op de bovenleidingen kon de sneltram van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein urenlang niet rijden. Het probleem begon al vroeg en beïnvloedde het hele netwerk. Daarom zette UOV pendelbussen in. Om 1 uur was het probleem opgelost. En ook automobilisten hadden last van de ijzel vanmorgen. In Baarn belandde een auto in de sloot. Door het spiegelgladde wegdek en de mist verloor een vrouw de macht over het stuur. In een flauwe bocht op de N414 raakte ze van de weg. En in de buurt van de ophaalbrug van Eembrugge belandde ze in het water. De bestuurder kwam er met de schrik van vrij. En daar vlakbij bij MS lag vanmorgen nog een auto in de sloot. Maar van wie deze auto is, is een raadsel. De verlaten Fiat werd gevonden door een automobiliste met pech. Aan de sporen te zien kwam de auto uit de richting van Baarn. En is hij nog zo'n 100 meter door de berm gereden voor de auto in de sloot kwam. De politie onderzoekt van wie de wagen is en waarom de bestuurder er zo snel vandoor is gegaan. In IJsselstein is een auto met een flinke klap tegen de gevel van een bedrijfspand geknald. Gewonden vielen er niet, maar de schade was behoorlijk. De auto was van de weg geraakt op de N210. Hij kwam uit de richting van Lopik. Of dit ongeluk ook door de gladheid kwam, is nog niet bekend. Het Leger des Heils in Nieuwegein bestaat vandaag precies 35 jaar. En al die jaren verrichten de medewerkers vanuit de kerk goede daden voor de maatschappij. Tijd voor een beloning, dacht Bas Valkenburg uit IJsselstein. Hij zette zijn frietkraam voor de deur en deelde vandaag gratis patatjes uit. Ik sta hier omdat ik vind dat het Leger des Heils voor mij wat meer aandacht mag verdienen. Ze doen hartstikke goed werk. En ik wil er graag wat betekenen voor de behulpbehoevende mens. Dus parkeert Bas zijn rijdende frietkraam op de stoep van het Helsgebouw. Normaal gesproken staat hij op hippe eetfestivals. En daar komt heel ander publiek op af dan de doorsnee bezoeker van het Leger des Heils. Ja, ik denk dat het Leger des Heils wel een plek is waar ze zich veilig voelen, warm te geven, waar ze hulp kunnen krijgen. Vandaag is het precies 35 jaar dat helsoldaten actief zijn in Nieuwegein.
Nog altijd zijn er diensten en ligt de nadruk op hulpverlening. Al is er in de loop van de tijd wel wat veranderd aan het werk dat de helsoldaten doen. De aard van de problematiek is wel behoorlijk gewijzigd. Vroeger kon je iemand eenmalig helpen met een goede maaltijd en was het voor dat moment klaar. Nu zie je dat er steeds meer structureel problemen zijn. Dat mensen in de schuldsanering zitten, geen werk hebben of geen onderdak hebben. En dat het echt heel moeilijk is om mensen een goede plek te geven. Hoewel er in de samenleving steeds minder mensen naar de kerk gaan, ziet het nieuwe Geinse korps geen reden om over de toekomst te sippen. Zolang mensen nog in nood verkeren, zijn maatschappelijk of geestelijk, heeft de kerk, maar ook het Leger des Heils, zeker toekomst. En terwijl Bas de friet snijdt, melden de eerste kerkgangers zich bij de kar. Na een lange dienst is zo'n patatje een welkome lunch op een koude middag. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is wel lekker ook, thuis niet meer eten. Het is heel apart. Ik had daar niet op gerekend, want ik ben maar weer gast. Ja, heerlijk hè. Ik heb er wel zin in ook. Ja, morgen staat de frietkraam van Bas bij het Leger des Heils in Amersfoort. Voetbal dan. Winst voor FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Het werd vanmiddag 0-2 voor Utrecht. Het veel sterkere Utrecht neemt het initiatief en creëert meerdere kansen. Dat wordt beloond met de openingsgoal van Barazit in de 29e minuut. In de tweede helft stapt ADO uit een ander vaatje en komt sterk de kleedkamer uit. Toch weet Utrecht nog een doelpunt te maken. Haller scoort en gooit in de 83e minuut de wedstrijd op slot. We hebben voorrust de kansen laten liggen. Met name Haller, die heeft natuurlijk een geweldige kans waar hij de 2-0 moet maken. Dat doe je niet. En dan weet je dat na rust dan gaat de beleving en misschien ook wel positioneel of informatie gaat er iets veranderen bij ADO. Nou, dat deed ze niet direct. Maar dan zijn we wel heel naïef door een hele grote kans weg te geven. En dan kan zo'n wedstrijd heel anders aflopen en die lichtzinnigheid die moet uit de ploeg. Volgende week komt Heracles Almelo naar de Galgenwaard. Uiteraard is die wedstrijd weer live te volgen via Radio M Utrecht. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Op sommige plaatsen kans op mist en het kan afkoelen tot 7 graden onder nul. Morgen is er veel zon, maar het wordt wel koud, maximaal 3 graden. We zijn er doorheen. Voor meer nieuws kunt u naar onze website of de app. En wij zijn er morgen om 12 uur weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.